De Bond van Leraren heeft in de afgelopen periode als vertegenwoordiger opgetreden van de docenten van het IOL. Dit kon omdat de overheid de BVL erkende als gesprekspartner. Dat zei Wilgo Valies, voorzitter van de BVL, als vanmiddag op een persconferentie. Tijdens deze persbijeenkomst is naar aanleiding van de uitspraak van minister Lilian Ferrier van Onderwijs en DNA, al zou de BVL geen vertegenwoordiger van de IOL-docenten zijn. Het lid Belfort heeft het over het onderwijsveld dat in beroering is, met name de vakbond. Als ik u mag voorhouden, meneer Belfort. De vakbond in de statuten van de Bond van Leraren staat in artikel 6 lid 1 het volgende. Om als gewoon lid te kunnen worden toegelaten, moet men als leraar verbonden zijn aan een door de Surinaamse overheid erkende openbare, dan wel bijzondere school voor middelbaar, voorbereidend, wetenschappelijk of kweekschoolonderwijs. Het IOL is geen middelbaar, voorbereidend, wetenschappelijk of kweekschoolonderwijs en het kent, anders dan de VOS-scholen, geen leraren, maar docenten. De minister concludeert dat de bemoeienis van de vakbond onterecht is. Valies zegt hierop dat de BVL de afgelopen 48 jaren de belangen van de VOS-scholen behartigd heeft. Vanaf de oprichting van het IOL heeft de bond ook de belangen van de docenten van het instituut behartigd. Het punt wat ik wil stressen is dat wanneer jij, als bij wijze van spreken wij geen vertegenwoordiger zou kunnen zijn van de docenten, dan zou dat eigenlijk vanaf het begin door de regering moeten worden aangegeven van luister, wij kunnen u niet als gesprekspartner van de docenten van het IOL accepteren, omdat in uw statuten niet is aangegeven dat deze groep lid kan worden van onze organisatie. Dat is niet gebeurd. De overheid heeft dus steeds dat eigenlijk geaccepteerd en op geen enkele wijze heeft men aan ons voorgehouden van luister, dat is de situatie. Men heeft dat geaccepteerd en we hebben jaren onder die omstandigheden onderhandelingen gevoerd en we hebben steeds het IOL meegenomen. Valies geeft verder aan dat de minister met haar uitspraak komt aan het beginsel van rechtszekerheid van de IOL-docenten. De regering heeft namelijk overeenkomsten gesloten met de organisatie en je kunt dan niet van de een op de andere dag dit niet meer accepteren. Het zou volgens de BVL-voorzitter van goed bestuur getuigen als de minister met de belangenorganisatie om de tafel was gegaan om deze kwestie te bespreken. Hij vraagt zich in gemoede af waar de minister naartoe koerst, vooral omdat de docenten van het IOL momenteel in actie zijn. En het gaat erom dat er een probleem is. En vanwege het feit dat deze minister heeft nagelaten op een correcte manier overleg te plegen met de werkers, met de vertegenwoordiging van de werkers, zodat je op korte termijn in de vraag af kunt komen tot een stukje normalisatie. Dus in steden dat pad op te gaan, is er juist het pad opgegaan van confrontatie. BVL als voorzitter Wilgo Valies. Hij heeft vanmiddag een persconferentie belegd omdat de minister van Onderwijs heeft aangegeven de BVL niet als vertegenwoordiger van de IOL-docenten te erkennen. Valies benadrukt dat de bond voorstander is van normalisatie, hetgeen blijkbaar niet de weg is die de minister wil opgaan. Hij voegt er nog aan toe dat het ultimatum dat de bond aan de minister heeft gesteld niet alleen om het IOL gaat, maar ook om andere knelpunten in het onderwijsveld. Het ultimatum staat volgens Valies nog recht overeind.